Mijn slaapscore is 5,5 uur de afgelopen 3 dagen. Fine. Weet je? Ik ga toch maar mijn ex zien. Oh. Wauw. Wauw. Jeetje, jullie zijn zo goed bezig. Hey, en welkom bij deze nieuwe vlog. Oh mijn god, het is half 1 's nachts. En ik heb de vlog afgesloten vorige week, voordat ik ging slapen. Maar nu ga ik me klaarmaken voor bed en... Ik heb nou nog even met een vriend beneden spelletjes gespeeld en zo. Zo lief dat hij even langs kwam. Want wat de hel moest ik anders gaan doen? Ik was wel echt gesloopt. Ik ben nu helemaal vol adrenaline, maar ik vind het best wel spannend. Ik ga jullie mijn kamer laten zien, maar oh mijn god, kijk. Dit is mijn kamer. Hier slaap ik van. Ik heb niet eens gordijnen. Hier ga ik slapen vannacht. Helemaal prima, we gaan het zien. Ik ga mijn make-up afhalen en ga ik lekker slapen. En dan ga ik morgen vertellen hoe ik heb geslapen de eerste nacht in mijn nieuwe huis. Wat werken die gordijnenpartijtje goed, hè? Ongelooflijk. Is dat toch fijn dat ik die daar neer heb gelegd. En die. Oh my god. Jongens, goedemorgen. Mijn hoofd is zo vochtvast aan het vasthouden. Maar oké, ik kan dus zien met mijn Fitbit hoeveel uren ik heb geslapen. Dus laten we even kijken. Want ik heb deze nacht wel wat meer uurtjes gepakt dan gisteren. Gisteren was het 4,5 uur. Nou, dat heb ik ook gemerkt. Ik lag alsnog laat. Mijn slaapscore is 5,5 uur de afgelopen 3 dagen. Dat gaat wel mis hoor. 7 uur en 47 minuten heb ik geslapen vannacht. Maar toch, als je dan soms wat meer slaapt of zo, dan ben je echt helemaal gesloopt nog. En het leuke is, nu kan ik ook zien hoeveel diep slaap, hoeveel remslaap, hoe lichte slaap ik heb gehad. Volgens mij kan je alleen in je remslaap dromen, toch? Ik ga dan checken als ik een nacht heel veel heb gedroomd of ik dan meer in mijn remslaap zat. Ik heb 1 uur en 56 minuten in mijn diepe slaap gezeten. En ik ben ook 1 uur wakker geweest. Oké, let's go. Ik kan niet eens normaal iets drinken. Laat staan een huis helemaal regelen en inrichten. Oh. En kijk nou wie ik op mijn scherm heb. Dani. Zo cute. Ja, zij gaat dus gewoon naar Malaga. Ja, en ik kon het jullie niet vertellen, want het stond nog niet online. Maar daarom ging Dani weg. Anne gaat natuurlijk buitenlandse stage doen. Maar Dani is gewoon verliefd geworden. Als je verliefd wordt, dan kan het snel gaan, hè? Nou, deze meid is niet verliefd, dus zij gaat lekker sporten. Same old, same old. Lekker make-uploos. Hoppa. Flesje mee. Ik heb hier nog nooit getraind, dus ik ga het even zien. Ik weet dat hier dichtbij een sportschool zit. Dus we gaan het even checken. Ik neem de camera even niet mee. De focus even door en dan kan ik hem snel klaarmaken. Dan kan dit naakte molratje ook even normaal op beeld komen. Ach, jongens, ik weet niet wat ik aan moet. Ik heb nu dit aan, maar ik vind het niet zo leuk. Dat ziet er niet uit, man. Die is van de zeeman. En daar zit hier een fucking gat in. En dit is mijn lievelingsbroek. Dus die andere, ik heb nog geen wasje gedaan. Die andere is gisteren helemaal vies geregend. Anyway, die gym was echt super chill. Wou ik misschien een abonnement afsluiten, dus ik keek even naar mogelijkheden. Vroeg ik of ik er kon filmen en dat kon niet. Hoe stom is dat? Ik zeg ja, sorry, maar dan gaat het niet door. Dat is erg vervelend. Even een hele broek aangetrokken en even wat anders. Ja, ik denk dat we hier maar voor gaan. Het is niet je van het, maar fine. Weet je, ik ga toch maar mijn ex zien. Wat moet je niet willen? Verklap ik daar nu iets? Nee, het is niet zo juicy. Ik heb meerdere exen en ook meerdere exen waar ik nog goed mee ben. En die was toevallig in Amsterdam, dus we gaan even wat drinken. Ik kom hier aan en ik ben gelijk helemaal niet blij. Ik heb net lekker geluncht. En nu probeer ik die kast open te krijgen. En ik dacht dat die spullen, die haakjes, in deze kast zaten. Maar dat zitten ze niet. Dus nu moet ik alle dozen door gaan spitten. Om te kijken waar dat in zit. Ach, wat onhandig dit zeg. Oké, ik heb dus nog geen... Ik heb echt helemaal niks. Ik heb dus nog geen pannen, dus ik kan niet koken. Dus we hebben bezorging. Laten we een kleine unboxing doen. Ik wil sowieso straks nog eventjes iets filmen. Dan ga ik vanavond nog wat drinken, dus dan moet ik me helemaal opkalivateren. Ja, en ik zou eigenlijk voor mijn bed in moeten gaan. Maar oké, wat heb ik gehaald? Oeh, het is lekker warm. En dit was raar, want ik kon iets aanvinken. Extra pita en dan kreeg ik 70 cent korting. Voor extra eten. That's weird, hè? Oh, lekker vers pita broodje. Ga ik eerst filmen of ga ik dit eten? Ik ga snel eerst filmen. Maar eerst wel toch een pita broodje met hummus. Deze hummus is zo lekker. De Lidl heeft echt de lekkerste hummus. Die pikante hummus van de Lidl. Can't live without. Nou jongens, ik weet niet waar ik ben geëindigd. Volgens mij wel mijn salade. Maar ik heb een drankje gedaan en toen kwam ik thuis om
Nou, wat was het? 1:30 of zo. Toen zaten mijn buren met z'n allen gewoon voor de deur gezellig wat te drinken. Nou, dat vind ik niet normaal. En dan gezellig bij elkaars huisje kijken. Het is zo leuk dat iedereen hier voor het eerst komt wonen. Ja, het is gewoon allemaal nieuw. En mensen komen hier, zeg maar, nu allemaal verhuizen en allemaal op hetzelfde moment. Dat moment komt maar één keer in een gebouw. En dat is nu. Ik vind dat zo leuk. Dus iedereen zit in dezelfde fase en spannend en dat soort dingen. En iedereen is zo lief. Echt, een goede buur is beter dan een verre vriend. En dat is gewoon nou eenmaal zo. En ze willen me graag helpen. En dat is heel erg lief. Ja, ik zit hier ook te surviven in een fucking huis. Ze zeiden ook, ja, ik fiets er langs. Ik denk, zit ze er al? Want zij zagen natuurlijk ook die verhuisvrachtwagen voor de deur staan. Ze zeiden van, is het serieus? Zit je er nu al? En je hebt niet eens een vloer. Ik zeg, nee, ik weet ook niet wat ik aan het doen ben. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb echt een leuke avond gehad. Het is nu 3:15. Ik ga natuurlijk, ik heb morgenochtend een meeting namelijk. Dus slaap lekker. Morning, mijn lieve Leute. Die cocktails van gisteravond en die wijntjes. Dat tikt wel hoor aan. My god. Oké. De buurman was zo hard lachen. Hoe ik hier aan het surviven ben. Hij zegt, ik zal niet verhuizen. Ik denk, dat heeft ze wel heel snel gedaan. Hoe zit zij er nu al in? Ik zeg, schat, alleen de spullen staan. En verder kan ik niks. Ik ga straks even langs hun, want ik kwam erachter. Ze hebben helemaal niet mijn wasmachine geïnstalleerd. Dus dat ding kan het helemaal niet doen. En ik denk, ja, ik moet daar even mee wachten voordat ik het installeer. Want morgen komt de vloer. En dan is het beter om het te kunnen verschuiven als het nog niet vast zit. Dus ik ga even vragen aan de buurvrouw of ik een wasje mag doen bij haar. En dan gaat de dag echt starten. Ik kon geen papiertje vinden. Dus ik heb hier heel veel opgeschreven wat ik moet gaan doen. Zojuist een meeting met Pink Jellock gehad. Helemaal top. Och, ik moet zoveel dingen doen. Ik ga terug naar het andere huis. Dan moet dat eigenlijk ready zijn. Want ze komen vrijdag naar mijn oude huis. Om het te controleren. Zodat het naar de volgende kan. Lang verhaal kort. Veel te regelen. Veel te schoonmaken. En het komt helemaal goed, hoop ik. Ze gaat met haar waszak naar de buurvrouw. Oh, zo cute. Ze hebben ook een klein kindje. Nou, dan echt mijn eierstokken. De eerstvolgende man wil ik van de straat plukken. Dit kan toch niet? Maar dat doen we maar even niet. Alle dozen uit elkaar gehaald om die knopjes van deze kast te vinden. Eindelijk gevonden. Oh my freaking god. Dus ja, anders krijg ik die kast gewoon niet open. En ik wil eigenlijk alles er al in stoppen. Want dan kan ik die dozen wegdoen. En dat scheelt weer ruimte. En dit is dus echt super leuk, want je kan heel makkelijk die knopjes gewoon verwisselen van alles. Dus ik ben ook van plan om dit van de keuken te gaan verwisselen naar goud. Want als het goed is, dit kan je er gewoon uitschroeven. En dan kan je daar nieuwe inschroeven. En dan kan ik leuk goud doen of zo. Dat maakt toch je keuken wel even een stuk leuker. Net zoals dit kastje, er zaten eerst hele boring grijze knopjes op. En dit vind ik zo cute. En het is zo easy, want je draait dit eraf. Dan doe je hem zo door dat gaatje heen. En dan draai je hem van deze kant. Draai je hem aan. Hoe simpel is dat? Hoppa. En je hebt een leuk knoppie. Nou, enige. Geweldig. Ze heeft zoveel mogelijk dozen hier uitgepakt. Deze moeten allemaal naar boven. Kastje zit vol. Ik heb hier nog even wat meer spullen in gedaan. Ja, dan is het denk ik zoveel mogelijk gedaan voor wat ik kon doen. Nou, dit is helemaal top. Ik kan de was brengen naar de buren. Zo leuk. Ik vind het zo belangrijk als je goede buren hebt. Ik vind het echt zo knus en gezellig. Zo, we zijn weer bij het oude huisje. Als het goed is, komt Dani dit morgen fixen met mij. Om dit allemaal naar een kringloop te brengen. Ik zou tassen binnenkrijgen, die zijn een beetje laat. Dus dit moet ik dus allemaal nog gaan verhuizen naar mijn eigen huis. Dat is een beetje jammer. Dit is heel veel kleding namelijk. Dus dat moet ik in dozen gaan stoppen. Heb ik nu niet bij, maar morgen komt gelukkig mijn stiefpa. Weet je, hoe schoon moet je het maken? Ik heb niet gedweld of zo. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, zij gaan ook verhuizen. Dus ja, hoe schoon moet je het hebben? En dan denk ik wel dat bij mezelf. Er zijn hier echt vaak genoeg mannenstudenten geweest die het echt teringgehoor hebben achtergelaten. Dus het valt nog wel mee. Ze heeft een bizarre to-do list. Maar dat betekent niet dat ik nu gewoon rustig een pakketje voor jullie kan uitpakken. Ik weet dus niet zo goed waar ik dit van heb gekregen. Ik heb ook geen idee wie ik hiervoor moet bedanken. Oh, chill. Want ik heb nooit genoeg witte shirts. Dit is very cute. Een truitje. Dit is leuk. Kijk die achterkant. Dit is een soort dino. Oh, ik vind het heel cute. Thank you guys. Ik ga even kijken op Instagram of zij mij bericht hebben dat ik het van dit heb. Oh, dit is cute. Ik heb toch ook die bed in een van deze kleuren. Oh, dit vind ik echt heel cute. Nice, kijk. Wat een leuk merk zeg. Het was niet dat ik nog niet te veel kleding had. Oh, nou, dit is top. Want ik had nog een tas nodig voor de spullen wat in mijn vriezer zat. Helemaal chill. Ik ben hier ook op de fiets gekomen. Dus ik moet ook alle shit op de fiets meenemen. Maar dat gaat mij lukken. Heel chill. Thank you. Helemaal leuk. Ik voel me echt zo brak, jongens.
Niet normaal. Ik heb wel lampjes gehaald voor vanavond. Misschien komt mijn stiefvader vanavond of hij komt morgen. Ik ga nu snel een video editen wat teruggestuurd moet worden. Het was nog niet goed. En dan kan ik verder met de dingen die ik hier moet doen. Anders ga ik dat vergeten, want het gaat er erg tussendoor schieten. Ik heb mezelf langer dan vandaag. Ik ben benieuwd of jullie dit ook hebben, dat jullie zo chaotisch zijn. Ik heb soms het idee dat ik de enige ben die zo chaotisch in mijn leven is. Daar zijn we weer hoor. Gezellig bij Shaluna. Dat is altijd leuk hè. Ik heb dus van Steve Madden heb ik een event. En Moulin Rouge is één thema. En dan hebben we een lunch en we slapen 2 nachten in een hotel. De hele bende komt. Dus ja, we moeten wel even iets moois aan hebben. Kijk, daar is mijn knappe vriendin weer. Oh, deze is prachtig. Ja, dit is helemaal zo'n trend nu. Ja, meestal als je echt zo'n sprietje bent, zo mooi slank, dan staat het wat beter dan wanneer je gespierde benen en zo hebt. Maar we gaan het eerst zien. Maar we gaan het eerst zien dan geloven. Ja. We hebben hier al een aantal dingen. Zelfs een pyjamaatje. Kijk hoe cute het is. Ik zou hier echt in wonen. En dit broekje. Dit vind ik echt een fantastisch broekje. Wat cute. En dit is van Livera. Moet je nagaan. Ik dacht vroeger altijd een beetje dat het verstoft. Nee, ik heb mijn eerste BH'tje bij de Livera gekocht. Oh, wel? Goed verhaal. Jesus Lord. Oké, ik heb heel veel gepast. We zijn niet zo sterk begonnen. Nou, het is niet goed voor je eigen ego om hier sample dingen te gaan passen wanneer je gewoon een boenda hebt, weet je. Maar we hebben heel veel dingen gevonden wat uiteindelijk wel past, hè. Echt wel leuke dingetjes. Kijk, ik kom thuis. Mannen in mijn huis, want die zijn aan het verven. Of zijn jullie alleen nog aan het plakken? Ja, we hebben wel gezaust. Je hebt toch gezaust? Ja. Ik voel me zo schuldig tegenover die mannen. Alle spullen zitten er al en morgen komt de vloer erin. Ja, dat is wel onhandig, maar oké. Okay. Zo, heb je dit gedaan? Is dit... Ja. Zo. Nice. Ja, toch? Heel nice. De kamer hebben we gezaust al. Serieus? Oh. Wauw. Wauw. Jeetje, jullie zijn zo goed bezig. Nou, ik vind het niet normaal. Dan doen we dan morgen hetzelfde. En dan is deze kant klaar. Kan en dan kan je, ja, en dan kan je hem zo. Ja, het is even passen en meten. Ja, I'm sorry for that. Ja, niet normaal. Marijn, ja, je mag me echt op mijn kop geven, maar ik ben hier al heel blij mee. Ja, dat is echt vakwerk dit. Stiefvaders is even komen helpen om dit meisje even uit het donker te halen. En dit is een noodlampje. Ik had dus lampen besteld van die plafonnières. En ze zijn allemaal, behalve eentje, kapot aangekomen. Er zit ook helemaal geen bescherming omheen. Ja, nou, dat is een beetje stom. Dus die ga ik terugsturen. Maar... dit werkt ook. Ik ben blij dat je deze nog mee had. Anders had ik helemaal geen lampjes gehad. En dat is nummer 2. Dit heb je echt binnen 2 minuten gedaan of zo. En de derde komt erin. Hoppa, in het washok. Zo, nou. Waldo slaapt hier. Lekker op het matrasje. Nou, is best knus, toch? Meld je er ook even bij dat ik dat hele kleine beetje, hoe heet dat, overtrek heb? Ja, jij hebt het lekkere matras en ik krijg de lekkere dekens. En je vergeet erbij te zeggen dat het een heel dun overtrek is. Ja, maar dat is toch... Ik heb het lekkere matras met een heel dun overtrek. Ja, maar en ik heb een heel vervelend... Jij hebt een schitterend bed. Nee, ik heb... Je hebt een heel dekbed. Nou, ik heb nu nog niks. Dit is echt kamperen in mijn eigen huis. En het is dus ook zo dat Waldo morgen het matras meeneemt voor mijn moeder. Want dit matras wordt voor mijn moeder en ik krijg een nieuw matras. Maar ik weet nog niet wanneer een matras komt. Dus daarna slaap ik ook op het luchtbedje. Maar dat is niet erg, want ik heb toch dat event waar ik 2 nachten slaap. Dus dan hoop ik het matras al te hebben. Nou, ze kruipt lekker de bedje in. En dan wordt het morgen een hectische dag. En wel een leuke dag. Er komt eindelijk mijn vloer erin. Daar heb ik zoveel zin in. En dan zeg ik, good night. Good morning, another day. The same shit. Oh, de badkamers hebben helemaal volgebouwd. Zodat die kamer zoveel mogelijk leeg is. Oh my god, jullie zien het aan mijn hoofd. Ik ben bizar moe. Maar we moeten door. En that's okay. My god, ik heb ook niet heel goed geslapen op dat luchtbedje. Vannacht mogen we weer. Want ja, als dat matras weg is, dat is echt 10 keer chiller. Nee, ik zit wel te twijfelen of ik hem wel hier hou. Want ik heb echt niet lekker geslapen. En de handyman is geweest. Handyman heeft iets achtergelaten. En het zijn dit keer geen bloemen. Het is de vloer. Oh, ik heb zoveel zin om dit aan jullie te showen. Niet normaal. Wat een chaos, hè? Oh my god. Ik ga snel mijn make-up doen. Ik heb zo'n afspraak. En dat is zo stom dat ik dan heen en weer moet. Maar ja, moet maar even. Horen jullie dat geboor? Dit gaat de hele dag door.
En dat is niet erg, want zo zit ik er ook nog weken bij. Maar oké, volgens mij zijn de buren lekker bezig. Trouwens, ik zet alle bedrijven die mij helpen, want ik ben natuurlijk daar mega dankbaar voor. Ik krijg ook best wel veel vragen van jullie in mijn DM nu al van, yo, waar heb je dit geregeld? Welke bedrijven zijn goed? Waar moet je je vloeren laten doen? Of waar heb je dit vandaan? En ik heb nog niet eens mijn hele interieur. Dus alles zet ik sowieso in de beschrijving. En je ziet het natuurlijk gewoon op de shirtjes staan, daar niet van. Maar ik ben zo blij hoe snel deze mannen hebben geschakeld. Dat is echt ongelooflijk. We gaan even heen en weer naar de supermarkt. De mannen moeten natuurlijk wel even koffie hebben. Ik heb niet zoveel koffie meer. So yes, let's go. Smitty boy. Daar zijn we hoor. Rennen, vliegen. Maar het is gefixt thuis. Waldo is er, de vloer komt er. En wij hebben even een meeting. Een goede afspraak. Even, wij moeten even goed praten. Nee, we zijn bij H&M voor een... we gaan een shoot doen binnenkort voor een portfolio, toch? Ja, helemaal model. Nou, ik hoop het. Ik hoop het. Dat worden zeg maar de foto's die jullie meesturen naar bedrijven en zo. En dan moet je wel goed opstaan. Want ik heb alleen maar van die stomme selfies. Je wil ook professioneel overkomen. Dus, en dan gaan we bij H&M, want jij hebt hier contacten. Deze man heeft overal contacten. Ongekend. En dan kan ik even wat outfits lenen van de collectie die nog uit moet komen. Nou, dat is echt enig. Ik voel me helemaal een superstar. Ja, een model. Echt wel leuk om eventjes een keer achter de schermen te kijken. Hier hebben ze dus heel vaak meetings voor programma's of wat dan ook. Dat ze dan mensen moeten gaan stylen. En nu mogen ze mij stylen. En dan kunnen we hier passen. Helemaal leuk. Kijk eens, Ricky voor mij gemaakt. Wat een luxe, hè? Ongelooflijk. Ja, dat kan zijn gewoon. Ongelooflijk. Ik ga met dit spijkersetje beginnen. En dit is setje 2. Heel leuk dat hij zo doorzichtig is. Dit is nog een look. En dan met een leren jasje erover. Enig. Ik hou echt. Deze broek is echt top. Normaal zijn leren broeken altijd net iets te kort of zo. Hoog water. Oké, omkleden. Mensen wachten. Wat vind je als ik zo naar jouw verjaardag kom? Nou, dan weet ik wel hoe het gaat eindigen. Ik heb ook wel vaak vrienden hier. Nee, maar dit is enig. Voor een beeld is dit top, ja. Lekker overdreven. Zoals je ziet, geen vloer meer. Alleen ook nog niet in huis. Nope. Er was even een dingetje met leggen. Maar oké, uiteindelijk komt het helemaal goed. En ook deze kamer naast dat is zo goed als leeg. We hebben even alles schoongemaakt. Want ja, je wil wel dat hun, als ze komen controleren, dat het goed is, hè? Oké, en here we are. In een leeg, schoon huis. Let's go home, waar de hele bende op stelt staat. En ze is weer lekker alleen thuis. Oh, ik heb de vlog gecheckt, een extra video gecheckt. Als je hem nog niet hebt gezien, check even de extra video dat ik mijn oude foto's ga raten. Mijn archiveerde Insta-foto's. Echt zo leuk gedaan. Evan heeft het ook weer top geëdit. Anyway, het is tijd om deze vlog ook af te sluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En zo, dat was echt een irritante. Ik hoop dat je het leuk vond. En tot de volgende vlog. En dan zeg ik zoals ik altijd zeg. Dikke. Gaf je. Dikke vette doei doei. Mwah. Oh, muziekje. Yeah. Yeah. Yeah.